Over een week arriveert ruimtesonde Juno bij Jupiter. En in wat voor toestand gaat Juno Jupiter aantreffen? Nieuwe beelden lichten een tipje van de sluier op. De beelden zijn gemaakt door ESO's Very Large Telescope, VLT, en schetsen een gedetailleerd beeld van de atmosfeer van de gasreus. Op basis van deze en andere beelden worden kaarten gemaakt die laten zien hoe de atmosfeer er nu voor staat, maar ook welke veranderingen deze de afgelopen maanden heeft ondergaan. Links zie je Jupiter in infrarood, rechts in zichtbaar licht. Afbeelding, ESO/L. En Fletcher/Damien-Paach. Voorbereiding: deze kaarten dienen als voorbereiding op wat Juno de komende maanden zal tegenkomen, vertelt onderzoeker Lee Fletcher. Door op verschillende golflengten van het infrarood spectrum waarnemingen te doen, kunnen we een driedimensionale reconstructie maken van het verticale transport van energie en materiaal in de atmosfeer. Toevalstreffers: het is nog niet zo gemakkelijk om vanaf de aarde heldere beelden van de atmosfeer van Jupiter te maken. Onze eigen atmosfeer zit regelmatig in de weg. Om toch scherpe beelden te kunnen verkrijgen, hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van een techniek die lucky imaging wordt genoemd. Hierbij worden duizenden afzonderlijke, heel kort belichte opnamen van Jupiter gemaakt. Uit die beelden kiezen de onderzoekers één opname waarbij de atmosferische turbulentie het minst hinderlijk is. Meerdere van die toevalstreffers hebben onderzoekers vervolgens gecombineerd om de beelden te verkrijgen die je hier ziet. Jupiter. Afbeelding, ESO/L Fletcher. Ruimtesonde Juno werd in 2011 gelanceerd en legde maar liefst 3 miljard kilometer af om bij Jupiter te komen. Over precies een week arriveert de ruimtesonde dan eindelijk bij de gasreus. Het is de bedoeling dat de ruimtesonde onder de wolken van Jupiter gaat gluren. Naar verwachting zal de missie een schat aan informatie opleveren over de gasreus en zijn ontstaan en evolutie.